De leiding is gehoord Tamara Grove in 59-84. 400ste van een seconde sneller dan Femke Hoppenbrouwer, die als tweede verkeert in 59-88. Grove aan de leiding in 1,50, 150 meter bedoel ik in 1,31,52. Tweede positie voor Hoppenbrouwer in 1,32,61. Tweede positie voor Corlinda van der Zanden in 1,33,82. Gereden op het doel van Grove is weer in de A-finale gekomen. Daar heeft ze tot nu toe in ieder geval de beste papieren voor. De snelste tijd tot nu toe gezwommen in dit programma, nummer is 2:12:48. Daar komt zij ruim onder. Hoppenbrouwer komt wel in de buurt in de laatste meters, maar Tamara Grove tikt als eerste aan in 2:04:21. Hoppenbrouwer als tweede in 2:04:58. De derde tijd is voor Corlinda van der Zanden in 2:06:39. Dat is voor haar het persoonlijke record. En dat betekent 2:04:21 is de klokkentijd. De snelste tijd gezwommen tot nu toe door Tamara Grove. Uitstand officieel, we gaan verder met serie 6.